uiteindelijk toch een show kunnen realiseren. Dus daar ben ik echt heel trots op. Oh my god, ik zeg dat ik trots ben. Ik ben Evana. Vorig jaar vlogde ik over mijn dodelijke ziekte. Deze weken neem ik jullie graag mee in mijn leven als modeontwerpster. De toekomst probeer ik eigenlijk wel altijd heel positief te zien. En probeer me echt te focussen op dingen die mij gelukkig maken. En toch wel meer nee te zeggen tegen dingen die me wat minder gelukkig maken. Maar ja, ik hoop gewoon veel te reizen en veel te focussen op mijn eigen label. Want dat geeft mij rust en geeft mij heel veel plezier in het leven. De afgelopen maanden in mijn herstel dacht ik van ja, ik kan niet stilzitten. Ik moet gewoon wat doen. En creatief bezig zijn is voor mij wel altijd gewoon mijn uitlaatklep. Dus ik ben gewoon weer gaan ontwerpen en bezig te houden met een nieuwe show. En die kan ik nu ook waarmaken, gelukkig. Goedenavond. We zijn aangekomen in het Sir Adam Hotel. Avond voordat de show begint. Dit is hoe ik eruit zie. Ik ben al 2 dagen aan het kotsen. Mijn spanning zit zwaar over de emmer heen. Maar we gaan er wat leuks van maken. En de ruimte is echt super mooi. Good morning, little gang. What's poppin'? Goedemorgen. Het is vandaag maandag. We zijn wakker geworden in deze zo'n mooie kamer. En serieus, feeling like a princess right now. Ik word geslapen. Het is nu net 8 uur geweest. Maar het is zo mooi hier. En ja. Oh my god, the view is so delicious. Ja, maar hallo. Hoe vaak maak je dit mee? Kan je wel stoer lopen doen, Rupopo. Maar zo word ik echt nooit wakker hoor. Vandaag wordt het een opzetdag. Alles klaarmaken qua decor, rehearsals, noem maar op. En om 6:30 vanavond is de show. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go. We're better off tomorrow, but who knows, who knows. If we get joy or sorrow, ooh, ooh. There's things in life you simply need to know. Let sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. The end, the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, it all. We get a little wiser. Uiteindelijk toch een show kunnen realiseren. Dus daar ben ik echt heel trots op. Oh my god, ik zeg dat ik trots ben. There's things in life you simply need to know. Ik hoop natuurlijk dat Ruben en ik gaan trouwen. Hij heeft me gisteren wel een ring gegeven. Dan geeft hij dat zo in een doosje. Zo van, dit is vies, weet je wel. Evana, hier. Ik zeg, wat is het? En dan komt er zo'n mooie ring uit die ik eigenlijk altijd al heel graag wilde. En dan zie je hem zo heel verlegen zijn. Maar ik heb hem in ieder geval nu een deadline gegeven. Dat als hij me niet vraagt binnen een half jaar, dat ik het vraag. En dat hij gewoon ja moet zeggen. Ja. Ik ben een vrouw met, ik weet wat ik wil en ik wil hem voor heel mijn leven. Dus waarom, en hij ook mij hopelijk, dus waarom zouden we daarin wachten omdat we bang zijn voor wat er allemaal wel niet gaat komen. Gewoon genieten van het leven en als iets goed voelt, waarom niet?